Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog. Hier was ik een keer naar de dierentuin geweest. Was wel gezellig. Ik zag al best veel dieren hier en gezellig druk ook. Toen ging ik een beetje daar rondlopen. Toen zag ik ook nog deze zwartvoetpinguïn. Maar je kon ze niet echt goed zien omdat ze ook een schutkleur hadden. Dat was wel jammer, want ik wilde ze wel graag zien. Toen zag ik ze hier wel. Het zag er wel gezellig uit ook. Het ziet wel dat het echt groepsdieren zijn. En hier zat er wel ook een in zijn eentje, maar die mocht niet meedoen, denk ik. Dus die was verstoten uit de groep. Hier was ook nog een soort regenwoud met rare dieren. Ik weet niet wat voor dieren dit zijn, maar wel tropische dieren, denk ik, die in de regenwoud leven. Hier ook nog een hele gevaarlijke vogel die heel hard met zijn hoofd heen en weer slaat. Ik weet niet waarom hij dat doet. Hier was ook nog een soort feest in de dierentuin. Was wel gezellig ook, met een hele goede DJ. En veel leuke mensen. Dus dat was ook wel leuk voor de sfeer. Hier nog regenwoud met vetgevaarlijke vissen. Die zaten hier onder water, maar die kon je ook niet zien. Maar was wel leuk. En hier ging ik nog in een donkere tunnel, want hier zaten nachtdieren. En die mogen niet in het daglicht, omdat ze anders doodgaan. Dus het was wel jammer dat je ze niet kon zien, want het was donker. Maar ze zitten wel overal. Hier zie je wel eentje vliegen. En hier nog katoenratten. Was ook wel gevaarlijk. Ik weet ook niet waar die was eigenlijk, maar was wel leuk. En hier zat ook nog een soort varkens met haren. En die deed heel raar met zijn snuit. Ik weet niet wat dat betekent. Ik denk dat die dan wil paren of zo. Maar kan ook wel iets anders zijn. Hier was nog een jonkie, was stront aan het eten van zijn moeder. Want dat eten ze in het wild ook. Hier zie je ook dat ze in het wild schoenen dragen. En dat ze zelf thee zetten op een kampvuur. Dat vond ik wel mooi. En hier ook nog kan je zien dat ze met messen bestek eten. Met vork en lepel en mes. En dat ze kampvuren bouwen en zo. Hier zat ook nog eentje heel gezellig. Is er eentje. Hier ook nog een geit op een berg. Was ook wel leuk om te zien. En hier nog een best rare plant. Zoals ze ook in het echt in de woestijn staan. En hier kon je rondlopen. En toen zag ik ook nog een hele gevaarlijke slang. Maar die mocht je niet aanraken, want anders gaat hij waarschijnlijk bijten. En was dat wel leuk. Hier nog kan je zien dat het water de hele stoep had verpest. Omdat de kracht van de natuur natuurlijk zo groot is. Hier zag ik nog Bush. Dat was vet grappig. En toen liep ik hier door, toen zag ik ook nog een heel raar dier zitten. Met een soort spleet. Vet raar. Hier ook nog horeca voor insecten, maar ik weet niet wat dat was. Toen zag ik nog een kampvuur met twee mensen die heel romantisch aan het doen waren. Want het was wel winter. Hier kon je nog apen zien, maar die waren er niet echt. Want die waren ook weg naar iets anders aan het doen, denk ik. En hier liep ik weer verder. Toen zag ik hier ook nog een paar dieren achter dat hek. Maar daar kon je niet bij, dus je kon ze ook niet echt goed zien. En toen ging ik weer weg, zag ik dat er heel veel Duitsers waren. Hier is één Duitser, hier nog een Duitser. En hier nog één Duitser ook. Er waren echt wel vijf Duitsers of zo. Hier zag ik nog een auto van de Bruinzeel Keukens. Maar ik wist niet dat die ook auto's maakte. Ik dacht eerst alleen keukens, maar het was wel leuk.
Toen zag ik ook nog hier een aap. Die zat dan hierin, maar toen ging ik kijken en toen zag ik hem niet. Dus die was ook weg, denk ik, omdat het zo koud was. En toen ging ik hierheen. Zag ik nog mensen met een giraf. En toen was het afgelopen. Doei.